Hallo, goedemiddag. Vandaag is donderdag. Welkom op een nieuwe vlog. En ik ga zo meteen naar het rimmelen. Ik word opgehaald door een vriendin van mij. En ik neem jullie weer mee. Doeg! We zijn er bij Beachpier, zoals je ziet. We waren eerst een beetje verdwaald, maar we zijn er. Ja. We kunnen gewoon hier parkeren. Nee, lief schat, dit is voor de fietsers. Hoezo, hier staan vakken voor de auto's, kijk maar. Ja, en hoe kan dat? Hij gaat ook. Dus kijk hier. Ja, daarom, dan moeten we nu voor niks gaan betalen dan. Kijk, wat staat er? Dit terrein is. Nou, kijk, wacht even, we gaan eens hier kijken. Kijk wat hij hier zegt. Want hier kan je wel parkeren. Ja. Zie, mensen rijden gewoon hierin. Ja, echt dom, echt niet leuk. Nee, we gaan het terug gaan halen, anders moet je nog meer betalen. Ja, oké, nee, doen we dat dan. Het was vandaag een hele leuke dag gehad en ik heb genoten en de rest heb ik niet zoveel gedaan, maar ik heb wel een andere video geënted en is goed gelukt. Nou ja, niet gelukt, maar ja, wel gelukt inderdaad, wel. Maar ik moet nog een paar dingen veranderen, dus ik ga nog even kijken of ik iets kan verbeteren. En ja, zo was het een beetje. Ik wens jullie welterusten en ik zie jullie weer bij een andere nieuwe video. Doeg. Hallo, goedemiddag. Welkom op mijn nieuwe vlog. Ik ga zo meteen naar Tilburg toe. En daar is een activiteit van salsa feestjes. Dus bij het T-kwadraat. Ik neem mijn salschoen mee. En dat is deze. Ja. Mooie bling bling schoentjes, zoals je ziet. En lijkt me leuk om jullie mee te nemen. En ik neem deze camera niet mee, want ik denk, ja, je weet nooit, hè, wat er gebeurt. Als ik hem kwijtraak, dan ben ik echt benieuwd natuurlijk. Dus ik neem gewoon mijn iPhone mee en dan ga ik daarmee verder filmen. Tot zo! Maybe it's me.
Hallo, goedemorgen. Vandaag is dinsdag. Zoals je ziet heb ik nog pyjama aan. Ik heb net ontbeten. En zometeen ga ik klaarmaken. En ik word opgehaald door mijn nichten. En gaan we gezellig naar Dordrecht. Een dagje weg. Superleuk. En ik heb inderdaad was ik vergeten om te afsluiten. Afgelopen zondag was een salsa feestje in Eindhoven. Nee, niet Eindhoven, maar in Tilburg was het. En ik had natuurlijk een salschoenen meegenomen, zoals jullie zien. Ik heb helaas niet met salschoenen niet ermee gedanst. Want ik dacht, nou, het was buiten. Dus ik verwacht natuurlijk dat ze een dansvloer hebben neergelegd hebben. Maar dat was helaas dus niet. Er was echt zo'n stoepje. Toen dacht ik, nee, dat gaat het niet worden. Want ik vind het een beetje zonde van mijn nieuwe salschoenen. Ja, dat was nog niet helemaal nieuw, maar ik had wel een paar keer aangehaald. Maar dus ik heb gewoon met mijn sandaaltjes gedanst, maar dat was ook niet zo fijn. Maar goed, ik heb iets van, ja, ach, ik heb het genoten. Leuk om andere mensen weer te zien. Even lekker bijgeklet en wat gegeten. En maar zo was het een beetje. Maar goed, ik ga nu snel opschieten. En tot straks. Doei! Ik heb een heel leuke dag gehad samen met mijn nichten naar Dordrecht. En ze waren ook de hele dag weg geweest. Ze gingen ook ergens wat eten. Ja, en helaas heb ik daar niet gefilmd. Maar ik heb heel erg een leuke dag gehad. En dat was super warm weer. Maar wij dachten van, ah, weet je. Gewoon lekker genieten van het weer. En wat gaan drinken. En gezellig bijkletsen. Gewoon een leuke dag van maken. Ik heb gewinkeld. Zoals jullie ziet heb jullie ook paar kleding laten zien, maar ik lijkt me toch wel leuk om met jullie extra te delen. Kijk eens, deze jurk is eerst 8 euro, nu naar 3 euro gegaan. En kijk eens. En dat is echt super fijn, het is helemaal in de vorm, zeg maar. En het is ook een beetje, ja, het stretch, zeg maar. En het is echt, love it, het is echt een mooie jurkje. Super blij mee. Een t-shirtje voor 3 euro. Een roze met hartjes. En een broekje. Gewoon een thuisbroekje, weet je wel. Dat is gewoon iets voor 3 euro. Maar ik heb ook een spijkerbroek met kapotte broekjes, zeg maar. Dat heb ik ook gepast. Dat stond me heel erg leuk. En je zat ook lekker. Maar ik heb zoiets van, ja, ik heb eigenlijk niet nodig. Ik heb genoeg broeken. Dus als ik al een keer weer ga, dan dacht ik van, nou, dat is toch wel weer nodig. Dan koop ik gewoon weer een eentje. Dat was het zo een beetje. En als je het leuk vindt, doe een duimpje omhoog. En abonneren is het gratis. Dus dan hou je in de gaten wanneer er een nieuwe video online is. En zie ik je volgende keer weer.